Ik lees u de dagwoorden voor uit Daniël 6, vers 27. Hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij is de levende God, die blijft in eeuwigheid en zijn heerschappij duurt tot het einde. En het leerwoord uit Hebreeën 13, vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. En het lied, gezang 322 vers 1, Jezus Christus mint u, dat zegt u zijn woord. Jezus Christus roept u, hebt gij het niet gehoord? Blijf niet wederstreven, hoor toch naar zijn stem. Vind in hem uw even, kom toch nu tot hem. Is dat niet een mooi lied? Als u het kent, mag u het meezingen. Vader, met het kinderliedje blij, mijn hart is altijd blij. Want Jezus is een vriend van mij, daarom is mijn hartje altijd blij. Daarmee willen we bij u komen vandaag, omdat we blij zijn. En we willen u danken, omdat u niet alleen een vriend bent, maar een vader, onze schepper, onze pleitbezorger, onze beschermer, onze verlosser, onze geneesheer. En te wandelen met u is het zaligste wat we ons kunnen indenken. En daarom willen we u danken. We willen u lofoffers brengen, dankpsalmen, vreugdedansjes willen we maken. En alles wat u zou behagen of waarmee wij u kunnen dienen vandaag. Vergeef ons als we vaak niet beseffen hoe krachtig u bent. Wat voor een wonderen u doet in ons leven, Vader. En vergeef ons als het haast onmogelijk lijkt dat u zoveel van ons houdt. En dat is slechts genade, Vader, want we verdienen het niet. U heeft ons gespaard en nog belooft u ons eeuwig leven, machtige Heer. Daarom willen wij u vragen dat wij ook kunnen bidden voor zieken, bedroefden, eenzamen, wanhopigen, ouderen die aan hun lot zijn overgelaten, ook jongeren die aan hun lot zijn overgelaten, allen die de glans van hun bestaan kwijt zijn. Maar ook succesvolle mensen brengen we voor u, regeerders, leiders, Vader, maar ook gevangenen willen we tot voor u brengen. We willen tot voor u brengen een ieder die in nood zit, maar ook een ieder die in u gelooft, die met u gaat, omdat ze weten dat u het beste bent wat hun kan overkomen. En daarom willen wij zo ook bidden voor anderen. En we willen uw geest vragen om die voorbereiding te treffen voor ons, om anderen tot u te brengen. Anderen die niet weten dat u bestaat, of die gewoon zeggen van, ja, er zijn andere dingen dan God. Vergeef hen, Heer. Help hen. Laten wij degene zijn zonder dringen of zonder te praten aan hun oor om hun die liefde te geven, die genade dat uw geest hen mag aanraken en dat ze weer mogen terugkeren tot u. Vader, gaat u zo met ons mee. De rest van ons dag, maar ook de rest van ons leven. En wij smeken uw zegen af, Heer, in de naam, boven alle naam, van uw Zoon Jezus Christus. Amen, ja, amen.